Het boek Openbaring is een heel speciaal, heel bijzonder boek. Krachtig. Dat gaat over de terugkomst van de Heer Jezus. Hij komt om als koning te regeren. En wij zijn aangeland bij een hoofdstuk wat een heel belangrijk moment in de geschiedenis zal zijn. Een hoofdstuk waar een beslissing valt. Laten we maar lezen. De eerste paar versen. Vers 1 tot en met 4. En ik zag op de rechterhand van hem die op de troon zat, een boek van binnen en van achter beschreven, met 7 zegels verzegeld. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is waard het boek te openen en zijn zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen of het bezien. En ik weende zeer, omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien. Wat is dat voor een boek? Eigenlijk een boekrol. Het is met 7 zegels verzegeld. Het is als het ware het testament. De eigendomsakte van deze aarde. Wie is waard als erfgenaam dit aan te pakken en te openen? Wie mag dat doen? Niemand in de hemel, niet van de cherubs, niet van alle engelen, ook niet van de 24 oudsten. Niemand is waard in de hemel, laat staan op de aarde of onder de aarde. Niemand is waard dat op te nemen. Is er dan geen erfgenaam? Ja, hij is er wel. Er is iets heel belangrijks gebeurd 2000 jaar geleden. In Jeruzalem, of net erbuiten, op de heuvel Golgotha, is iets heel belangrijks gebeurd. Hij die daar als mens, God zelf mens geworden en 33 jaar geleefd als mens onder de Joden. En hij werd daar gekruisigd. Hij stierf daar. En hij stond weer op. En hij is waard. Hij is waard dit boek te openen, het in te zien, te claimen de aarde en zijn bewoners. Hier valt de beslissing, of eigenlijk de beslissing is toen al gevallen. Want wat hier gebeurt is op grond van wat hij toen heeft volbracht. Hij riep het uit, het is volbracht op het kruis. En hij is ook degene die boekrol mag nemen. Laten we maar verder lezen. Een van de oudsten, want de oudsten die snappen het allemaal. Als we bij God in de hemel zijn, dan begrijpen we zoveel meer. Hij zei tot mij, ween niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda. De leeuw uit de stam van Juda. De machtige uit de stam van Juda. De wortel van David. Niet alleen de nakomeling van David, maar ook de wortel van David. Degene waar David op vertrouwde. Hij schreef die prachtige psalm die bijna iedereen kent. De Heere is mijn herder. En hij wist het. Hij was van hem afhankelijk. Zonder hem was het allemaal niks. En hij zegt, hij is afhankelijk van hem. En hier zien we de wortel van David. Degene die aan hem vooraf ging en die ook zijn nakomeling was. Hij heeft overwonnen. Hij is de erfgenaam van de troon van David. En de erfgenaam van alles. Hij heeft overwonnen, de dood overwonnen. Om het boek en zijn 7 zegels te openen. En daar zien we hem. Want wat zien we dan? Wie zien we dan? En ik zag in het midden van de troon en van de 4 levende wezens en in het midden van de oudsten een lam staan als geslacht. Het lam als geslacht. Nog steeds is dat die overweldigend belangrijke gebeurtenis die we nooit zullen vergeten. Hij is op het kruis gestorven. Maar ook hij staat.
Hij is de overwinnaar. Maar we zien niet een leeuw, maar we zien een lam. Een lam omdat hij als een lam ter slachting is geleid. Hij heeft zich laten kruisigen. Hij is degene die kon zeggen, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En er staat iets achteraan. Het had 7 horens en 7 ogen, welke zijn de 7 geesten van God uitgezonden over de hele aarde. 7 horens. Horens getuigen van macht. Want hij heeft macht genoeg. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, zegt hij tegen zijn discipelen. En hij heeft die 7 horens, die volkomen macht in de hemel en op de aarde. En ook de 7 geesten van God, de geest van God zelf, is de geest van Christus. En hij is het ook die alles weten kan. Die 7 geesten van God, die worden uitgestuurd over de hele aarde. En alles, alles is onder zijn bevel en onder zijn bestuur, want hij weet het allemaal. Hij is degene die inderdaad kan en mag regeren. En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Wat een bijzondere gebeurtenis die daar plaatsvindt. De schepper van hemel en aarde, God zelf, is ook de God die mens werd. En hij neemt uit de hand van hem die op de troon zit, neemt hij die boekrol aan. En hij gaat die 7 zegels openen, maar dat zien we pas in hoofdstuk 6. Want hier is een heel bijzondere gebeurtenis. En het is heel goed om daar goed naar te kijken. Want hij is waard om alle eer en lof en dank te ontvangen. Het is niet zomaar een koning. Het is een koning die zichzelf bewezen heeft in de allermoeilijkste omstandigheden. De koning die zachtmoedig en nederig van hart is, maar toch ook alle macht heeft. En alles weet, alles doorziet. Hij is het aan wie wij ons kunnen toevertrouwen. En we zien dan ook niet voor niets. 3 rondes van lofprijzing volgen op deze bijzondere gebeurtenis, dit bijzondere moment in de geschiedenis als hij die boekrol aanneemt. Want dit verandert de geschiedenis van deze aarde. Hij gaat komen als koning. En hij gaat die boekrol niet alleen aannemen, maar ook openen. En wat gaat er dan allemaal gebeuren voordat hij naar de aarde komen kan? Dat is waar we verder over lezen in hoofdstuk 6... tot en met hoofdstuk 19 van dit bijzondere boek, Openbaring. Openbaring van Jezus Christus. Drie rondes van lofprijzing. Laten we lezen wat daar wordt gezegd. En toen het dat boek had genomen, vielen de 4 levende wezens, de cherubs, en de 24 oudsten voor het lam neer. Ze hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerk. Welke zijn de gebeden van de heiligen? De heiligen van alle tijden, maar misschien ook juist van die tijd daar, op dat moment straks, uw koninkrijk komen. Dat is toch ook in elk geval de inhoud van het gebed. Uitzien naar zijn rechtvaardige regering. En ze zingen een nieuw lied en zeggen, u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen. U bent waard, want u bent geslacht. Dat is een heel belangrijk moment en feit vanuit de geschiedenis. En hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. Overal vandaan komen ze. De enige universele godsdienst, ja, het is de dienst aan God. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Hij brengt ze allemaal samen, overal vandaan. En hij heeft ze gekocht. Hij heeft betaald met zijn eigen bloed.
Het voor God gekocht met uw bloed, uit elk geslacht en taal en volk en natie. En hebt hem voor onze God gemaakt, tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen over de aarde regeren. Wat een prachtig vooruitzicht om dat te mogen weten. Dat we zullen mogen regeren met hem. En hij is natuurlijk de echte koning en wij zullen aan zijn zijde staan. En er zullen er nog veel meer zijn die hem zullen dienen op die manier. En dan stemmen ook alle engelen in de hemel. Want dan lezen we in vers 11. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen. Rond de troon en de levende wezens en de oudsten. En hun getal was tienduizenden tienduizendtallen. En duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luider stem. Het lam dat geslacht is. Ze zeggen het opnieuw. Deze centrale gebeurtenis, met z'n allen stemmen ze in, is waard te ontvangen. De kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof. Zo wordt deze koning, die koning gaat worden, verwelkomd en geprezen. En ook zo zal hij regeren met deze attributen die hij ontvangt. Alle lof en dank en kracht. Dat is hij waard te ontvangen. En hij zal zo regeren. En dan, als hij komt om te regeren. Zoals we in Filippenzen 2 lezen. Dat hij is verhoogd en aan Gods rechterhand zit. Maar dat alle knie ook zal buigen voor hem. Tot de heerlijkheid van God de Vader. In de naam van de Heer Jezus zullen ze zich allemaal buigen. Hier lezen we dat ook. Iedereen zal het moeten zeggen. Elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Iedereen en alles gaat dit erkennen. En wat zeggen ze dan? Hem die op de troon zit en het lam. Hem die op het troon zit, de eeuwige God en het lam. Ze hebben het nog niet over die persoonlijke dingen die wij kunnen zeggen. Geslacht voor mij. Hij ging aan het kruis voor mij. Nee, maar ze erkennen hem, want ze kunnen niet anders. Zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. Hij is waard om alle eer te ontvangen. En de vier levende wezens zeiden, amen. Zij bevestigen wat er allemaal aan lofprijzing is uitgesproken. Ze zijn het ermee eens. Natuurlijk zijn ze het ermee eens. Drie rondes van lofprijzing. Amen. Dan de oudsten. Die vielen neer en aanbaden. Dat is waar het hoofdstuk mee eindigt. Zij aanbidden hem die op de troon zit. Zij aanbidden hem die tot in alle eeuwigheden leeft. Zij aanbidden het lam. Ze vallen neer. De derde keer al dat we dat lezen, dat ze neervallen. Omdat ze hem alle eer waard achten. En eigenlijk geen woorden meer hebben. Alles is al gezegd. En nog is er niet genoeg gezegd. Hij is alle eer waard. Ook nu is dat voor ons zo. In mijn leven mag ik hem eren. En steeds weer opnieuw ontdek ik. Ik kan misschien veel woorden gebruiken, maar het schiet altijd tekort. Want hij is groter dan ik me kan indenken. Groter dan ik kan uitdrukken in woorden. Groter dan alles en allen in iedereen. Hij is alle lof waard. En wat geweldig dat ik hem nu al zo mag kennen als degene die straks zal komen. En als koning zal regeren. En wij met hem. Wat een vooruitzicht. Er gaat nog veel meer gebeuren. We hebben dit moment dat die boekrol uit de hand van hem die op het troon zit wordt aangenomen. Gezien. Dat moment wat nog komen gaat straks. En dan gaat hij die zegels verbreken. En dan, ja, dan breekt het los. We zullen het zien. Vanaf hoofdstuk 6 tot met hoofdstuk 19. Maar hij zal komen.
Zijn overwinning staat vast vanaf het eerste begin. En zo mogen we opzien tot Hem en uitzien naar Hem. Hij die alle eer waard is. Amen.